voorbereiden. Geestelijk en mentaal. Ja. Allemaal nodig, jongen. Ik hoorde net iemand zeggen, als jij onze teamleider was, alles stip op tijd. Ja. En dan lig je hier... Dan heb je een stip op tijd. Ja, maar... Het gaat erom dat je tijd bij de fiets bij de start bent. Dat redden we makkelijk. Jij, Hans? Ik ga goed redden. Klaar? Dan sta ik achteraan aan. Nee, jij wel, man. Sorry, Paul, die zet zijn sokken erin voor. Ik doe niet. Zijn toch mooie sokjes? Hier. Half onder de kuiten. Precies volgens de UCI-regel. Oh. Ja, als voldoet wel aan de regel. Nou, hoi, nou, hoi. Ja. Zo, we zijn er klaar voor. Iedereen klaar? We zijn er klaar voor, hoor. Vaar iets nog? Naar de stad toe rijden. En nog weinig publiek. Kom eens hoor, de mannen. Stop maar. We zijn nog niet begonnen, man. Ik ben benieuwd of je nou getrouwd bent. Dat is altijd een discussie. We gaan nog weg voor die vier dagen. Opgehaald. Zo, zijn jullie dan klaar voor? Ja, dan in 3, 2, 1, los geht! Thank you.
baas. Hey! Oh! Ja toch, we moeten ook genieten. Niet alleen hard naar beneden, naar beneden en langzaam naar boven. Ja, kijk even waar we foto's vertellen. Ja, we rijden gewoon met z'n allen verkeerd, man. Opletten. Wat een laagste versnelling. Ja. Ik zat al even te pullen en puffen met mijn adem, die regeling. Daar zit je even. Ja. Top gehad, gaan weer op pad. Ik wil niet op de foto. De Sol. Fuck. 14% hier. Harry's ketting valt steeds af. Die hebben we even achtergelaten. Even boven op hem wachten. Ik weet niet wie dat is, maar er zit gewoon één iemand hier op de grond. Gek hè? Ja. De man waar we 50 man hebben lopen voor ons. Dan komt de Hans aan. Hey. Yo Hans! Hi, hi.
Deze was lang, hè? Pap. Deze was lang, hè? Lekker, hè? Even op Harry wachten. Raften. Nou, maar de herren. Zijn we dan? Is dit de moesel? Ja, hè? Krijg je moeselwijnen? Moeselwijnen aan de rechterkant. Dan langs een hele mooie omgeving, de moesel. Niet, ga met het treintje toch? Net heel stuk langs de moesel gereden, langs hele mooie wijngaarden. En nu begint de klim weer. 4 kilometer lang. Zo, einde 4 kilometer klim. Fucking lang, hé. Ja, 4 kilometer klim was pittig. Nu rijden we bovenop het plateau, bovenop die berg. En volgens mij is deze boer zijn mais vergeten te oogsten. Mooi, Tony. Harold. Wacht even op Hans.
Even op Hans wachten. Ik zit op de 93 kilometer. Ik ben maar rechtsaf afgeslagen. Weer terug naar de Centerparks. Want mijn linkerknie die doet een beetje zeer als ik bergop ga. Dus kloten, maar ja. Juist die andere jongens, Hessel en Harry, waren met z'n drieën. Die gaan wel de 150 doen. Ik ga gewoon lekker rustig terug naar de Centerparks, van de omgeving genieten. Ja, did not finish. Ja, ik heb een beetje last van mijn linkerknie als ik omhoog moet. Ach, kom op jongen. Ja, het moet wel leuk blijven toch? Ja, zeker. Ja. Dus ik ga lekker in bad liggen. Oh, hier op het park. Ja, wij zitten hier, ja. Zie je dat hier? Oké. Ja, succes verder. Kom ik dan alleen over de finish? Ben jongen, is het gelukt? Ja, een fiets is stuk. Ja? De derde uur. Oh. Ik alleen nog maar op het kleine binnenblijken rijden. Dus ik, ja. Hoeveel heb je gereden? De 100 heb ik maar gereden. Ja, ik ook 100. Ik kreeg last van mijn knie. Oh. Ik denk nou, stop ermee. Maar ik kwam Harry ook tegen onderweg. Die ging terug. Ja? Maar die had ook pech. Ja, die ketting viel er steeds af van voren. Ja, maar mijn ketting spande niet meer die derde uur. We hebben 150 gedaan. Nee. Ik ben halverwege, zag ik in Centerparks, die last van mijn knie, linkerknietje. Ben ik afgeslagen. En Harry bij Koblenz, dat hij naar boven ging. Zijn ketting viel er steeds af. Volgens Ben ging hij weer naar beneden of zo, een fietsenmaker zoeken. Maar ja, ik heb alleen met Hans en Harold Hessel gefietst. Dat ging wel goed, maar... Gefeliciteerd. Ja, we hebben ook verkeerd gereden. Ja, we ook hoor. Ja, toen kom jij tegen, toch? Alleen jij kwam niet meer. Het was niet gelukt. Hoeveel heb jij gereden? Met derde uur ging stuk. Al in de eerste beklimming. Ik hoorde het, ja. Van Farid. Ja. Nou, ik kon hem alleen handmatig achteruit duwen. Ik kon alleen nog maar op een kleine plaatje rijden. Nou, fietsen graag geen bier. Had je het allemaal in je achterzak? Ja, daarom kom ik niet omhoog. Yes. Heb je nog wat gefilmd onderweg? Nee, ik heb het niet meegenomen. Daar heb ik geen tijd voor. Ja, kom op. Dan moet die Farid en die Harold gaan halen. Ja, Farid was heel laat van start. Ik weet niet dat jij een van de laatste van start ging. Ik heb niemand gezien dat ik was met. Ze moeten jou eens even tegen. Ja, ze moeten jou wel hebben, die beesten. Bij de moezel kwam ik hem tegen. En een pot zo'n bij in zo'n lip. Dat is mooi rijden. Ik vond het wel jammer dat we onderaan moesten rijden. Ja, ik vond het een beetje raar dat je tussen die caravans en camping... Ja, als we bovenin hadden moeten rijden, was het wel leuker geweest. Ja. Ga twee stellen stilzitten. Dit voor mij. Je moet gewoon een beetje alleen zo doen. Niet als je maar even stilzitten, dan gaat het weg. Ja. Je gaat weg, hè? Tony, gaat hij weg of niet? Ik kwam alleen maar voor jou. Dat is serieus. Dat gek. Dit is hoe zoet die appelsap is. Dat bier hebben ze gelost dan. Wij hebben ook. Dat is lastig. Best. Knap maar zo'n jelletje even uit.
GoPro, turn off. Wat zegt hij? Druk eens op het knopje boven. Even serieus, waar ben je binnengekomen? De auto. Waar is die auto dan? Daar. Staat hij? Kijk, voor de vlam. Je bent niet aan de virus gekomen. Ik riep toch ergens. Die auto is onderweg naar mij. Ben je er vanavond gebeld, hoor? Ben je Ben je door de auto afgemeld? Hij is allemaal gebroken, man. Alles is nu. Ja? Nou, ik kon nieuwe fiets. Ik kon alleen je had toch een nieuwe fiets al? Een kleine plaatje rijden. Ja, ik moest mijn handmaat en Jerry Jullie een keer erachter het houden. Nog een kwartiertje, dan komen ze. Ja? De twee. Ze zijn onderweg. De laatste twee? Ja. Echt niet. Hessel in de fiets dan. Oké, ga je van eigenlijk snap niet, maak foto van thuis. Dat zei ik ook tegen hem. Maak je voorhoofd een beetje nauw. Hans. Ik ben al later zijn dan ik. Ik zat achter je. Ja, ook weer gehaald. Ik zeg, die chauffeur gaat naar 14, dan kan hij aanhaken. Ja, dat is een piek. Ja, pieken.